Na dit tweede half uur uitgebreid praten, even hoe het is uh, voor partijen zoals die van jullie uh, om juist in deze fase, we hebben de regeringsverklaring gehoord. Het is nadrukkelijk dat het nu anders gaat dan in voorgaande kabinetten. Namelijk, het is een regeerakkoord op hoofdlijn. Het is ietsje dikker geworden dan de bedoeling was, geloof ik, maar toch dunner dan uh, normaal. En de bedoeling is nu dat op elk ministerie er dus nu een plan wordt gemaakt... om daadwerkelijk die ambities te verwezenlijken. Dus het letterlijke hoe vindt nu plaats. Meneer Van Eyck, ik begreep van nu dat u vanochtend nog... met een directeur-generaal aan tafel gezeten heeft. Ja, zeker. Dat, maar dat is een voortdurend proces. Want dat moet natuurlijk nu ook wel een beetje snel. We gaan hier niet weer honderd dagen wachten... zoals even in de Tweede Kamer werd gesuggereerd. Want dat moet toch wel met een paar weken klaar zijn. Bovendien zitten op een aantal ministeries ook mensen... die echt van te weten en die ook graag door willen. Maar vergeet niet, kijk, als bewindspersoon ben je te gast... Bij bij ministerie. En natuurlijk heb je daar een politieke taak en moet je zorgen dat een deel van het regeringwoord wordt uitgevoerd. Maar dat ministerie bestaat natuurlijk al continu. Dus die zijn al heel erg lang ook met de voorbereiding van alle formatiedossiers bezig geweest. En die weten precies welke keuzes er zijn gemaakt en hoe je die keuzes kan ja. effectueren. Dus wat er nu gebeurt, is dat veel van die zaken die worden voorgelegd aan een minister met de mededeling. Dit zijn de scenario's waar u uit kan kiezen om dat te realiseren. En dan vervolgens is het handig als zo'n directeur-generaal of een secretaris-generaal of wie dan ook een directeur kan uitleggen van weet wel, als u daarvoor kiest. Nou, dan is de kans groot dat die partij blij wordt en die partij wat minder blij. Dus die maakt dan ook een inventarisatie van het draagvlak... wat er is in de samenleving voor de alternatieven die die aandraagt. Dus ik begrijp, als ik u begrijp zeg ik, als je nu pas nog aan tafel moet komen... ben je eigenlijk al veel te laat. Ja, tuurlijk. Yes. En we gaan even met elkaar luisteren naar een uh, kort stukje... van uh, de premier Mark Rutte tijdens die regeringsverklaring... wat specifiek gaat over dus deze daadwerkelijke invulling van het beleid. Maar de belangrijkste voorwaarden... Voor een andere manier van werken ligt besloten in het coalitieakkoord zelf. Dat is niet eens dichtgeregeld met gedetailleerde afspraken die met bloed zijn ondertekend. Het laat ruimte voor politiek en maatschappelijk debat over de kabinetsplannen. En dus voor invloed daarop. Dat gesprek met de samenleving over de beste beleidskeuzes is wezenlijk. De beleidsprogramma's worden vanaf nu ontwikkeld. En daarvoor gaan de verantwoordelijke vakministers hun oor te luisteren leggen. Binnen en buiten Den Haag. Daarna komen zij met voorstellen naar het parlement. Waarover zij met ieder van u in gesprek zullen gaan. Ja, een gesprek met de samenleving, dat zijn natuurlijk niet losse burgers, dat zijn jullie. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik, denk dat, nou, ik denk dat Steven ook al zei: als je nu pas wakker wordt en denkt ik moet gaan lobbyen, dan ben je toch wel te laat. Maar uh, ik zou eigenlijk wel misschien het kabinet willen uitdagen om een soort nieuw elan, een nieuwe bestuurscultuur te laten zien. Door deze fase die ze nu aankondigen, waarin ze hun oor te luisteren leggen, om dat op een transparante manier ook misschien wel te doen. Door te zeggen van nou, ah, wij nodigen partijen uit om ook hun standpunt naar voren ja. te brengen. Want er zijn heel veel mensen, denk ik, die, die bij Nieuw Elan precies aan iets anders denken dan allerlei belangenorganisaties. die op een poldermanier buiten het de democratische proces om, in ieder geval niet zichtbaar, ineens toch. De daadwerkelijke uh, uh, nou, mij... scenario's leveren, meneer. Ja, maar dat, dat moet toch ook op een hele transparante Deze. manier. En, en vergeet niet, men heeft ook niet de wijsheid in pacht. Dus op het moment dat er een keuze moet worden gemaakt in de Tweede Kamer of een bewindspersoon de juiste uh, keuzes maakt ten aanzien van het openbaar vervoer, ik noem maar wat, en daarbij is niet de NS uh, en de RET en de HTM en al die andere partijen geraadplicht, dan heb je toch iets tevens gemist. Ik denk dus ook dat je tegelijkertijd als partijen gaat praten met de bewindspersonen, maar je weet dat die bewindspersonen gecorrigeerd worden door de Tweede dus je gaat ook naar de Tweede Kamer en je legt in de Tweede Kamer ook je zaken uit, zodat je weet dat als dat spel op de wagen komt tussen bewindspersoon en Tweede Kamer, dat ze beide met dezelfde informatie gevoed worden. Maar zoveel nieuws is er dus in dat opzicht niet. Zijn er vaste rituelen van een startnota, van brieven die door de ministers aan de Kamer worden gestuurd, waar je invloed uit hebt. Dus ik snap die focus niet helemaal op die honderd dagen. Dat lijkt nieuw, maar dat is het echt niet. Nee, Die honderd dagen niet. Maar kijk, toch even dat beeld wat ik toch even heb. Laat ik even even uw punt even nemen. Die, 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 die kerstverse minister, bewindspersoon, die komt binnen en dan zegt die ambtenaar, nou, er zijn verschillende scenario's. En als u dit doet, dan wordt u die boos. En die, die waarschijnlijk dan heel blij. En aan de andere kant kan ik me ook voor zetten, als minister denkt: ja, dit is dus allemaal al voorgekookt. En alles ligt al op tafel. En ik kan alleen nog maar kiezen met wie ik vriendjes wil worden en met wie ik vijander ga worden. Ik zeg het even wat scherp, maar u begrijpt wat ik bedoel, dat is iets anders net als minister zegt: zo, nu zit ik hier. En nu ga ik eens echt. Ja. Toch? Er is, naar het staanzien van mobiliteit bijvoorbeeld is er gewoon heel veel geld uitgetrokken. Daar zijn ja. we ook heel erg blij mee. Het staat ook ontzettend vaak in het regierakkoord. Dat is mooi om te zien. Um, om bepaalde doelen te realiseren. Bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en beheer. Dan ga je keuzes maken. Wat doen we het eerst, wat doen we het laatst? Bijvoorbeeld het aanleggen van extra wegen of extra sporen of uh, hubs. Hè? Dus, dus uh, punten waarop je kan kiezen tussen welke vervoersmodaliteit die aan de gang gaat. Nou, al dat soort zaken moeten in de komende drie jaar, dat is natuurlijk een vrij korte periode ja. overigens weer in dit kabinet zit, moeten in ieder geval opgestart worden. Kijk naar een heel belangrijk dossier waar in de media mega veel over van doen is geweest: betalen naar gebruik. Eindelijk gaan we met automobilisten betalen naar gebruik en stappen we af van betalen naar bezit. Dat is mooi, maar hoe gaat dat plaatsvinden? Hoe vinden die tarieven plaats? Komt er straks een, bijvoorbeeld een Onderscheid naar milieu. Zeg je. Uh, auto's die vervuilen, die moeten meer belasting betalen. dan als ze niet vervuilen. Er staat nu expliciet. In het regeerakkoord dat dat niet het geval is. Dat dat één tarief is, terwijl we weten dat in de Tweede Kamer is er een Kamermeerderheid die heeft gezegd: ja, dat willen we eigenlijk wel. Dus dat wordt heel aardig om te kijken hoe kan je nu alsnog bereiken dat die milieukenmerken in dat tarief terechtkomen. Dan ga je kijken wie gaat dat uitvoeren. Is dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer? Of gaat daar de Belastingdienst mee aan de gang? Of gaat daar uh, de Inspectie bij? Of welke andere partij ook. Dus er is nog zoveel om uit te voeren. En dat zijn de scenario's die straks langskomen en waar inderdaad gekozen moet worden in prioritering. Wat doen we eerst? Wat doen we het laatst? En op welke wijze gaan we het eigenlijk vormgeven? Ja, maar u, u bent voorzitter van een club waar je, of je het nou wil of niet, niet omheen kan als je met dit vraagstuk aan, aan de slag gaat. Wie maakt nou eigenlijk de scenario's? Ik denk dat we dat samen doen. Dus wat ja. we in eerste instantie hebben gedaan. is een inventarisatie gemaakt. zowel aan onze zijde. Hè, dus dat wordt dan gewoon aan de ANWB en de NS. en al die andere partijen gevraagd. wat is er voor geld nodig. in de komende vier jaar. om te realiseren dat Nederland op de juiste manier in beweging blijft. Hoe wij hebben gewerkt is eigenlijk heel simpel. We hebben gekeken hoe woont. en werkt. en socialiseert. en recreëert. de Nederlander in 2030, 2040. Als je dat weet. dan weet je dus ook welke vervoerstromen op gang komen. personenvervoer en goederenvervoer. Als je dat weet. weet je welke infrastructuur je nodig hebt. En dan kan je nu beginnen. Met oké, okay, we gaan er dus 950 woningen 950.000 woningen bijzetten. Die komen daar en daar. Dan moet dat wel ontsloten worden met openbaar vervoer en met wegen. Dus dan kan je een hele inventarisatie maken. Nou, nu staan we op het punt dat we met het ministerie hebben afgestemd wat er nodig is. En dat dat in het regeerakkoord aardig is verankerd. We hebben 4 miljard per jaar gevraagd. Nou, we komen op 3,5, 3,6. Laten we over dat laatste stuk nou maar niet te moeilijk doen. Dat fietsen we nog wel op de een of andere manier bij. Maar we kunnen dus aan de slag. Nou, nu is het een kwestie van welke prioriteiten zet je op welke momenten in. Ja. Maar dat, dat kan je toch wel een succes noemen. Als je om vier vragen drie aan drieënhalf krijgt. Wij klagen niet heel snel. Nee, dat, niet klagen betekent uh, stilletjes de vlag uithangen. hangen. Nou, het, het is erg plezierig om te zien... dat men voor de Nederlandse samenleving heeft gekozen. Want daar komen wij voor op uiteindelijk. Hè. Wij zorgen dat dat pakje op tijd bezorgd is... en dat die bevoorrading van de jongeren plaatsvindt... en dat mensen gewoon van A naar B kunnen op een duurzame, veilige... en ja, liefst goedkope manier. En volgens mij is dat een van de succesfactoren in een lobby... is een breed verhaal pakken. Nou, volgens mij zijn er heel veel organisaties... en niet alleen de, de asfalt, maar ook de treinen... en uh, alle andere soorten vervoer. En brede organisaties... Brede en een verhaal neerleggen dat verder kijkt dan alleen maar één kabinet. En ook nog eens verbindend is in andere thema's. Dus niet alleen mobiliteit, maar ook kijk naar de woningmarkt. En hoe gaan, waar gaan de plekken komen waar mensen in de toekomst gaan wonen? Ja, en de stikstofcrisis. En hoe hoe en zorg klimaat. je ervoor dat je met een verhaal komt. Met echt, echt het gesprek aangaat met de overheid. En dat een verhaal komt dat aansluit op de behoeftes vanuit, nou, vanuit de politiek en de maatschappij ja. daarin. Vergeet ook niet dat de overheid bouwt geen huizen. En de overheid die legt ook geen wegen aan. Dat wordt allemaal in opdracht gedaan. Dus je bent altijd afhankelijk van de maatschappij die het moet vormgeven dan kan je maar beter zorgen dat je daar draagvlak hebt georganiseerd. Peter van Keulen, uh, in het algemeen... Ik, ik lees hier een stukje tekst voor... in het algemeen is het uh, is de kunst om als nieuw bewindspersoon... niet te veel je oren te laten hangen naar de ambtenaren vanaf het begin. Want dan zei je de boek als een zwak minister... Ja, dat is de spannende periode waar het over gaat. Je vraagt over de accenten. Die minister ja. die komt al voordat hij is beedigd maken met de ambtenaren. En die heeft zijn eigen agenda als het een goede visionaire minister is. En die gaat dan kijken hoe ver kan ik gaan. Die heeft het coalitieakkoord gelezen, waar hij of zij eigenlijk nog niet deelgenoot is van geweest, dat dat is tot stand gekomen. Dus hij krijgt dat ook in zijn mik geschreven en wil je even tekenen en uitvoeren. Dus daar gaat hij zijn eigen accenten uithalen en kijkt vervolgens naar de ambtenaren. Gaan jullie mij hiermee helpen of niet? En dan moet je zodanig die Kamer verlaten als minister dat ze denken, wij gaan met genoegen voor deze minister werken. Maar je moet ook het gevoel hebben, dit ga ik in de eerste 100 dagen, drie maanden, zes maanden bereiken. Dus daar moet je een beetje die balans in vinden, wat je gaat doen. En dat is ook een moment voor lobby, hè? dat je een beetje kunt sturen van wat staat er nou in die 50 pagina's. Op welke pagina wil je nou een bepaalde maatregel snel hebben uitgevoerd? Of waar ga je juist zeggen van, nou dat kan ook wel wat langer eh, in beslag nemen. En houd ook in de gaten dat we. Een, een gewone begrotingscyclus hebben. Dus de, de uitvoering van het regeerakkoord of coalitieakkoord... dat valt samen met de reguliere begrotingscyclus. Dus de, met dat hele spel gaat die nieuwe bewindspersoon... de komende maanden naar de Kamer. Nu zijn we nog geen week, uh, klein weetje onderweg... dat die bewindspersonen daar uh, rondlopen, nog helemaal kakelvers. Ziet u al... Ziet u al opmerkende dingen? Want er staat een enorme tijdsdruk op. Hè? We hoorden Mark Rutte in de Kamer zelf zeggen geachte Kamer. Binnen een paar weken hoop ik dat verschillende ministers u al plannen op hoofdlijnen laten zien. En voor, voor de rest die 100 dagen, eh, drie maanden. Dat betekent dat voor de zomer moet het op tafel liggen? Nou, je ziet hier grote verschillen tussen de departementen. Dat is één. Kun je het specifieker maken? Waar, waar ziet u wat? Nou, de, de, het ministerie van Financiën, daar zegt de commissie... in de Kamer Financiën, die wil weer wat andere documenten... van de minister hebben dan het ministerie van VWS bijvoorbeeld. Dus er is geen standaard format of template... waarin ministers nu met de Kamer kennismakinggesprekken aangaan... en daar hun persoonlijke commitment aan die commissie afgeven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en, dat, en dat zal je de komende maanden ook zien van waar het zich... Wat ik ook zie overigens, is dat de deuren in Den Haag op dit moment echt openstaan. staan. Dus meer, dat, dan, meer dan uh, voorheen? Dat je echt ministers makkelijk afspraken maakt, vaste dagen inplannen. En die hadden ze ook in het verleden. Maar nu echt zeggen van, het gaat natuurlijk ook veel virtueeler nu. Dus je kunt meer afspraken in een dag schuiven. En dat gaat makkelijker nu. Er is heel veel te doen over het vestigingsklimaat. We werken voor veel bedrijven die zich zorgen maken over het vestigingsklimaat. En daar zie je echt dat, 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 dat departementen zeggen... of de top van de, de departementen, dus de directeur-generaal... of secretaris-generaal, maar ook de, de bewindspersonen zeggen... kom in die eerste maand met mij praten. Dan wel via het scherm, dan wel, uh, dan wel middels een werkbezoek. Maar dat is echt goed om te merken. Dus dat... ze gaan proactief leggen ze hun, hun, hun voorhorens in, in, in de maatschappij. En zeker in deze fase. En daar herken ik dus wel wat in de Kamer heeft beloofd. Het gaat niet zo systematisch als welk balken en er was het ook weer. die therapeutisch het land ingingen waar vervolgens helemaal niks uitkwam. Ja. Dus dit is wel een verademing. 100 dagen ook. van balken ja. Ja. ja, laten we dat alsjeblieft niet doen. Dat vanaf dag één een soort leidensweg. Was. Dat was een beetje de associatie zoals Rutte hem beloofde, maar ik merk echt dat daar een verandering is, zonder dat we dus rapportcijfers gaan uitdelen na 100 dagen wat ja. heeft wie gedaan of bereikt. Mevrouw van ook in, in, in dit, dit, dit krachtenspel waar ook die tijdsdruk op staat, je moet snel leveren, snel laten weten welke kant. Op wil. Is het nou een voordeel als je kakelvers bent, als in nieuw op het binnenhof? Of juist geroutineerd en misschien nog één of twee ministerschappen erop hebt zitten? Ja, ik denk dat de combinatie in het team wat er nu staat, dat dat optimaal is. Ze werken natuurlijk individueel op hun eigen ministerie, maar ook wel samen. Er zit nu een mooie mix van buitenstaanders en mensen die echt uit de politiek komen. En dat zorgt hopelijk voor dat nieuwe, nou, nieuwe elan, ook, waar ook om uh, geroepen is. En nou, wat Peter net zei. Dat ze de deuren opengooien nu voor belangenorganisaties. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is en goed is. Uh, ik vond het opvallend. De staatssecretaris van cultuur die direct zei van nou, de cultuursector moet open zijn. En terwijl uh, nou, Mark Rutte gaf aan: uh, we gaan kijken wat we kunnen doen. Ik denk dat dat al een soort stijlverschil is. En misschien, nou, ik, nou, ik denk dat ze, dat ze erg blij is dat het er ook gelukt is, zoals het er nu uitziet, dat die cultuursector open gaat. Uh, anders was er geloofwaardigheid wellicht weer lastig geweest. Maar dat getuigt, denk ik wel van een ja. andere, andere stijl uh, die ook uh, relevant is.